De minister van Binnenlandse Zaken, Maik Noor Salim, heeft afgelopen zaterdag 21 mei meegedaan aan een wandelloop in New Nikeri. En deze loop is georganiseerd door de dependance van Bisa Aldar. En het had als doel geweld tegen vrouwen te elimineren. Nou, scholieren, vrouwen en andere prominenten binnen de Nigeriaanse gemeenschap, ook de DNA-leden William Waidu, Giuliano Snip en Rashid Duki, maar ook districtscommissarissen Julum Singh van Nikeri en Dubai van Saramaka behoorden tot de honderden deelnemers. Ambassadeur Henry McDonald is een van de 17 prominente mannen binnen de Surinaamse samenleving die zich heeft gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het uitbannen van geweld tegen vrouwen. Kijk en luistert u maar mee. Vandaag, zaterdag 21 mei, een grote dag voor Nikeri. Nikeri heeft zich gecommitteerd vandaag aan een belangrijk vraagstuk. DC Julum Singh. Ja, klopt. En ik ben blij dat eigenlijk voor Nikeri die launch vandaag gedaan is. En dat we dit hebben mogen hebben in Nikeri. Omdat we weten dat het hier toch fout gaat als het gaat om geweld tegen vrouwen. En dan gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook psychisch geweld. Met de ervaring die we hier hebben, zien we wat er allemaal gebeurt. Het heeft diverse oorzaken natuurlijk. Alcohol is een van ze, zoals ook gezegd, dat is niet direct de oorzaak, maar dat de aanleiding uiteindelijk. En de oorzaak ligt generaties terug, dat wat eerder zij zelf hebben meegemaakt. Maar dat kennen we ook uit de psychologie, dat wat je hebt meegemaakt, plant je weer terug wanneer jij het voor het zeggen hebt. Dus dat stukje begeleiding moet er ook komen. Maar je merkt wel dat vooral wanneer ze een glaasje op hebben, dat ze dan hun handen losser komen. Dus dat stukje moeten we wel bekijken. We moeten die oorzaken wegnemen. Die mannen moeten ook gaan begeleiden. Ook moet ik zeggen, misschien gaat de gek klinken. Kinderen merken ook dat vandaag aan de dag dat geweld die ze gebruiken tegen ouders. Ik verschrikkelijk, mij in ieder geval verschrikkelijk veel pijn. Een rechtstreekse boodschap van u als DC richting de Nigerianen, maar ook de totale Surinaamse gemeenschap? Basic, heb respect. Als je zelf gerespecteerd wil worden, moet je ook respect voor een ander hebben. En zeker voor een vrouw. In de diverse religieën zien we ook dat de vrouw een bizarre voornaam plaats heeft. Maar we zien dat we in ieder geval, wanneer we in de kerk zijn, dat willen beleiden. Maar wanneer we thuis zijn, dat we weer een ander mens zijn. Dat wij in ieder geval als mens respect hebben voor de vrouw waaruit we zijn voortgekomen. En dat we de boodschap uitdragen dat we gaan naar een harmonieuze samenleving waarbij de vrouw ook die plaats krijgt die ze verdienen in Suriname. DC, dank u wel. Meneer Duki, een zeer belangrijke dag voor Nikeri. Nikeri gaat zich, en u ook als persoon, committeren aan het vraagstuk stop geweld tegen vrouwen. Wat doet het u zelf als persoon? Nou, laat mij zeggen dat wij al een tijdje timmeren in dit land. Vanaf mijn studiejaren weet ik dit, geweldige seminars en zo meegemaakt. Geweld tegen vrouwen, dat is een prachtig ding. Maar ik heb een andere optie. Ja, geweld tegen de mensheid, menselijkheid tegen een ieder, of je nou vrouw bent of man, laten we ook dieren, noem maar op. Ik bedoel, daartegen moeten we zijn. En uiteraard, wanneer in het district dit zich voltrekt, dan kan je niet anders zijn dan blij en de zaak ondersteunen. Alhoewel een ieder een ander denken heeft met betrekking tot de aanpak, et cetera. En ik denk ook niet dat na zoveel jaren en ook in de toekomst deze zaak, ja, of issue nog niet uitgepraat of gediscussieerd is. Want allemaal is looking dimfasi. Ja? Wat is het bijvoorbeeld? Vrouwen met studie. Dan wordt die vraag gesteld, maar wanneer heeft iemand, één vrouw, in Suriname gestopt om niet te studeren? Maar zeg. Ja, de vrouw moet ook de kans krijgen om te studeren. Maar wanneer noem jij mij, vooral in dit land waar studie verplicht is, waar het gratis is, wie heeft huiselijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een gezinslid niet verder kan? Plots overlijden van een moeder of zang, dat zijn andere zaken.
Want in het gezin, daar studeer je ook, daar leer je ook dingen. Weet je hoeveel moeders die naar school zijn gegaan en vaders het ver hebben geschopt met die ervaring. Dus er zijn zaken als equal. Wat verstaat men nog daaronder? Gaan wij de vrouw bijvoorbeeld, en dat zijn de punten, ik weet dat dat niet het geval is, gaan we de vrouw dingen laten doen die de mannen ook moeten doen gelijk? Ja? Moeten ze ook zware zakken gaan sjouwen in de reisvelden en die? Of wanneer het daar komt, dan stopt gender, et cetera. We moeten goed uitleggen, ja, dat het gaat om geestelijke gelijkheid, sociale gelijkheid, maar niet om fysieke zaken. Want, kode eerlijk, dat doe ik zo. Zijn je man doen, een vrouw vindt een man doen, maar zijn vrouw doen je een man doen toe. Minister, je hebt de harde nood moeten knaken. Wat zegt u? Je hebt de harde nood moeten knaken. Dan. No man, Kinsani. Ja. Okay, ik ben het al gewend, het lopen, het bewegen. Ja, ik ben wel een beetje dikker geworden. Ja, we zijn een beetje dikker geworden. Wow. Waarschijnlijk door de drukte, dan krijg je niet genoeg tijd om te sporten. Maar recentelijk hebben we de draad opgepakt als ministers. Elke donderdag weer doen we aan. Er is een mooie combinatie, sport en het vraagstuk geweld tegen vrouwen. We wilden eigenlijk met onze activiteiten in Ikeri niet alleen een startsein geven, maar onze stem laten horen in Ikeri. We willen zoveel mogelijk de gemeenschap betrekken. Omdat u weet, Binnenlandse Zaken, daar hebben wij dus een bureau gender aangelegenheden. Vaak genoeg te demaaien gender en mij denkt dat het is alleen iets met vrouwen, maar nee, gender is man zowel vrouw. En toen wij het bureau hier op heractiveerden, dat is 8 maart, dag van de vrouw, hebben we weer ons op bureau geheractiveerd. Heb ik dus de belofte gemaakt dat wij de komende periode vaker activiteiten hier zullen ontplooien. Awareness activiteiten. In dit geval hebben we gekozen voor het thema stopgeweld tegen vrouwen. Of we zeggen, we komen op tegen elke vorm van geweld. Huiselijk geweld. Is het zo alarmerend in Ikeri dat uw ministerie zegt van we gaan in Ikeri een unit oprichten? Als we de DC mochten horen vandaag, dan is het wel zo uit monden van dus de DC dat de cijfers in Ikeri veel hoger liggen dan de andere districten. Schrok je ervan? Ja, hij heeft met eerder gezegd, begin van dit jaar, maar wij hebben de toen opdracht gegeven aan mevrouw Bakboord om voor ons een onderzoek te doen wat de oorzaken zijn. En uiteraard, gender-aangelegenheden is een cross-cutting issue. Het gaat door vele ministeries heen, waaronder justitie en politie, sport en jeugdzaken, onderwijs. En wij zeggen als Binnenlandse Zaken, we willen trekker zijn om samen met de andere ministeries, ook deze te zijn er tijd. In elk geval als het gaat om awareness, preventie, om iets daaraan te doen. En we hebben dus voor Ikeri gekozen omdat wij begrepen dat in Ikeri de cijfers veel hoger liggen. Alhoewel men ook duidelijk te kennen heeft gegeven dat niet alle gevallen worden geregistreerd. Dus het kan dat het in Paramaribo nu iets hoger is, omdat hier in Ikeri niet alle gevallen worden geregistreerd. Maar elke geval is er eentje te veel. Dus wij beginnen gewoon en we trekken door naar de andere districten. Paramaribo krijgt ook zijn beurt. Welke boodschap heeft u aan de gemeenschap als minister van Binnenlandse Zaken, die bezig is met dit vraagstuk, rechtstreeks uit uw hart richting de gemeenschap en ook in het bijzonder de Nigeriaanse gemeenschap? Nou, laat me beginnen te zeggen dat wij, ieder heeft een vrouw in huis. Het zij een moeder, het zij dochter, het zij peetochter, wat het ook mag zijn. We koesteren onze moeder. En alle jonge meisjes die opkomen worden eens moeder. En ik zou zeggen dat we heel vanaf de kinderschoenen, de jonge jaren van de jongeren moeten beginnen om onze stem te laten horen. Om te zeggen, hey, nee, we bannen elke vorm van geweld uit. Omdat de gevolgen voor die samenleving, voor het gezin, heel groot zijn. En we moeten dat vermijden om gezonde burgers te hebben, uiteindelijk. Dank u wel. En ik zou zeggen, succes met het nobel streven. Dank u wel. Ambassadeur McDonald, u heeft net gelopen. Een mooie combinatie, sport en
het vechten tegen het fenomeen geweld tegen vrouwen of geweld tegen de mensheid. Is het zo alarmerend in Suriname? Laat me er dit van zeggen. Het is een alarmerend vraagstuk in de wereld. Grootste mensenrechten schending. 7 op de 10 vrouwen zullen ermee te maken krijgen. En als ik dat relateer naar Suriname, kan ik aangeven dat dat hier ook zo is. Ik gaf bijvoorbeeld te kennen daarnet dat hoewel wij het veiligste land zijn in de CARICOM, Suriname is een ontzettend veilig land in de Western Hemisphere, in de Amerika's. We staan op de 4e plaats na Chili, Cuba en het noordelijk deel van Amerika. Maar ten aanzien van geweld tegen vrouwen hebben we absoluut... Ja, doen het niet goed. Ja. Kijk, ik weet dat ten aanzien van femicide staan we op de eerste plaats binnen de CARICOM. Om je wat cijfers gegeven, vorig jaar was het percentage 42%. We hebben jaren gekend, ik denk 2012, was het zelf dichter bij de 60% van alle moorden in Suriname. Maar vorig jaar was het 42, was een kleine drop. We hadden, ik denk, iets van 32 moorden. En daarvan waren 14 in de huiselijke sfeer. En daar heb ik het nog niet eens over verkrachtingen. Daar hebben we ook, daar moeten we ook nog veel doen. Maar ik ben blij met dit initiatief. Het is allemaal 2 jaar. Ja, we zijn Suriname en IJsland zijn eigenlijk bij de VN hebben we dit allemaal opgezet. We zijn begonnen met de He for She campagne. Het is daarna overgegaan in een barbershop conferentie. Dat is een conferentie om mannen te benaderen om ze door te geven wat de gevolgen zijn van geweld tegen vrouwen, ook voor hun. Dus ja, ik heb vernomen dat we ook dit jaar in Suriname een barbershop gaan hebben, maar He for She, ik ben absoluut blij dat we in Nikeri in feite vandaag begonnen zijn om een landelijke campagne in feite te launchen. Want dit, zoals de minister daarnet zei, het gaat landelijk. Nikeri is ons eerste district. Wat zou u willen voorstellen, als u dus kijkt naar dit vraagstuk He for She, dat wij dus als mannen een andere houding zouden moeten aannemen tegen de vrouwen? Ja, kijk, wij mannen we zijn comfortabel om het te zien als een vrouwenissue. Ja toch, het is een probleem voor vrouwen, dus ja, laten de vrouwen het oplossen. Maar er zijn studies die aangeven dat als we het alleen maar aan vrouwen overlaten, dat het 81 jaar gaat duren voordat we die gelijkwaardigheid krijgen. En, maar ook als mannen het belang van inzien. En kijk, het is belangrijk voor mannen om te weten dat wanneer we praten over geweld tegen vrouwen en meisjes, dat we niet alleen maar hebben over geweld tegen vrouwen die wij niet kennen. Als je 10 vrouwelijke familieleden hebt, 7 zullen te maken krijgen met violence. Eigenlijk wat schokkend nieuws gehoord van de DC. De cijfers wat betreft geweld tegen vrouwen in Nikeri is vrij hoog. Nee, klopt. Kijk, Nikeri is berucht. En we gaan het niet onder stoelen of banken schuiven. Dat geweld tegen vrouwen vrij hoog is. En als we niet erover praten, wil niet zeggen dat er niet bestaat. En ik vind van dat met deze beweging, met deze zeg maar een inspanning die we hebben, dat we toch echt bewuster moeten gaan worden om eigenlijk dit echt tot in de kern aan te pakken. En ik ben er voorstander daarvan. Mevrouw Bakboort, we hebben dit vandaag ook moeten meemaken in Nikeri. Het start zijn, officiële start zijn van deze hele mooie campagne. Wat doet dit u? Ik heb het onderzoek gedaan voor het ministerie. Ze hebben ons gevraagd, Women Rights Center, om het onderzoek te doen naar de aard en oorzaak van gewelddadig gedrag onder mannelijke partners, onder mannelijke daders en plegers van partnergeweld. Nou, dat onderzoek, het is goed dat de minister dat onderzoek heeft laten doen. Dan kan je beleid erop maken. En we hebben een heleboel dingen al bevonden. En enerzijds zie je dat eigenlijk alle respondenten die meegedaan hebben aan het onderzoek, dat zij allemaal geweld hebben ervaren als kind, maar ook getuigen zijn geweest van geweld. Van kleine mishandeling tot zware mishandeling als kleine jongen. Dus dat is best heel triest. Ook heel pijnlijk. En deze mannen hebben geleerd dat dat zo hoort. Aan de ene kant zien we ook dat een aantal mannen, omdat ze gezien hebben hoe dat in het gezin toe gaat, dat ze denken dat zij ook de baas moeten zijn over hun vrouw. Ze weten niet anders dan dat. Maar een van de aanbevelingen is dat ik de minister vraag om met zijn collega-ministers, in dit geval minister van Onderwijs,
om ervoor te zorgen dat in het curriculum van het onderwijs, dat kinderen op jonge leeftijd al leren hoe met elkaar om te zijn, dus om te gaan, gezonde relaties. En dat je gender, een vervelend begrip, maar met gender bedoelen dat je meeneemt wat die rollen van de jongens en meisjes zijn en dat je ervoor moet zorgen dat die gelijkwaardig zijn. Leer jongens al op vrij vroege leeftijd om respectvol om te gaan met je vriendinnetje of met je zus. En andersom, leer dat meisje ook dat ze niet ondergeschikt moet zijn, maar ook niet bovengeschikt. Moet even zo zeggen, dus dominant te zijn. En dat kost een hele generatie.